Hallo kijkers van de Multistream Team en welkom bij deze video van Rome Total War Alexander. Het is vandaag 1 oktober en wat is er op 1 oktober gebeurd? Voor de kinderen zonder ons, yeah that's right, The Battle of Gaugamela. Ik ga eerst de video laten zien en daarna ga ik met de battle beginnen. Nu quiet for me. Darius fled the wreck at Issus, heading east for the river Euphrates. And so Alexander resumed his strategy of capturing the coastal cities of the eastern Mediterranean. As the Macedonians headed south towards Egypt in 332 BC, they accepted the surrender of several Phoenician cities, including Damascus. The well-defended island city of Tyre did offer some resistance, but eventually fell when a mole was constructed to link it to the mainland. Angered by the Tyrians' defiance, Alexander had 8,000 of them killed and over 30,000 sold into slavery. A similar fate also befell the residents of Gaza, and in the face of such examples, any further opposition crumbled. The Egyptians had never been willing Persian subjects, and they welcomed Alexander, who in turn offered tribute to their gods. Alexander then traveled to visit the oracle at Siwa, who confirmed him as the son of Zeus. In securing Egypt, Alexander completed the capture of the entire eastern Mediterranean coast, and in 331 BC was free to push on into Asia in pursuit of Darius. But the Persian king had been gathering another huge army to his banner and was moving to block the Macedonians near the river Tigris. Alexander captured several of the Persian advance guard and was astonished to hear that the Persian army consisted of over 1 million men. Calling on the formidable resources of his vast kingdom, Darius had also summoned scythed chariots, elephants, and some 40,000 cavalry. He had also learned the painful lessons from Issus and set about deploying his troops near the village of Gaugamela on a wide plain where he could fully exploit the advantage in numbers. Undaunted as ever, Alexander marched with his men through the night to attack on the morning of October the 1st, 331 BC. Okay, that was dus the video. For the mensen die de beschrijving... ik wil het terug laten zien. Hier kun je de beschrijving bekijken. Voor de mensen die het heel aandachtig willen lezen, kunnen nu de video pauzeren. De rest, bam. Oké, dit is mijn army. Allemaal phalangists, of hoe noemt dat ook? 1 Cretan archer, cavalry. Oh my, ho ho ho, 3 gold experience, dat is eigenlijk... Oh. Plus 9 defense en attack. En dan nog eens. Plus 12. Want we hebben ook nog gold. Attack en defense. Ook sterke cavalry. Ja, ik heb wel een heel sterke cavalry. Maar ja, wat heeft de vijand? Olifanten. Chariots. Cavalry is hier al niks waard. Persian infantry, 15. Greek mercenary infantry. Dat is Darius. Oké, wat is dit? Nog meer. Oei! Heavy Bactrian Cavalry zijn die, ik weet niet, ik speel amper Alexander Total War, dus die beter of slechter dan de mijne? Oei, dat zien precies toch wel beter uit dan die van mij. Zijn precies de cataphracts van toen. Oké, en de derde, nog meer Cavalry. Oké, we zullen zien, het is de eerste keer dat ik deze battle speel. We zullen zien hoe het verloopt. Hè. Ik heb 1 archer, dat is goed voor die olifanten, maar... Jesus. Deze wordt wel een moeilijke battle. We zullen eens luisteren wat ze zeggen. Hè. It is 331 BC. Alexander's campaign against the Persian Empire is now in its third year and has brought the young king many victories. Alexander continues to lead his army deep into unfamiliar Middle Eastern territory. He is still only 25 years old. His scouts have brought him reports of a Persian force close by. It is King Darius,
out to avenge his defeat at Issus. He has gathered around him a larger army than Alexander has ever faced before, comprised of troops from all corners of the Persian Empire. Darius has deployed his army across a wide plain and has specially flattened the field of engagement to create ideal terrain for his champions. Darius has lured Alexander to his chosen battleground, and his army far outnumbers Alexander's. The odds would appear to be stacked against the young pretender. Alexander is confident. He knows his troops are superior. He has a plan to exploit the weaknesses of both the Persian army and its commander. Alexander suspects that Darius lacks personal courage and knows that the superstitious Persian troops are unlikely to continue to fight on without their king. If Alexander can chase Darius into flight, as he did at Issus, the Persian army will likely fall into disarray. However, Darius is heavily guarded, and it will be difficult to break through to him. Alexander must outmaneuver or break through Darius's battle line in order to get to the king. Should he fail to rout Darius, the Persian army will march forward at full strength and engulf the Macedonians. Okay, dus zoals de guys, hè? Oei. Restricted camera is uit. Maar als ik deze nu doe, ja, dan gaat mijn camera rotation speed naar beneden. Nee, ik heb liever een restricted camera. Oké, olifanten. Nee. Deze hier, zoals die guys, hè, in het echt gebeurde dat ook, dat deze vluchten. Nels en Army, gingen ook vluchten. Oké, we zullen eens kijken, hè. Ik heb echt weinig units. Oké, ben eens benieuwd. Infanterie! Jullie mogen in loose formation en zo. Verspreid mogelijk. Dit zijn de side chariots. Die moeten gewoon in aanraking komen met mijn pikes. En dan is alles in orde. Hetzelfde met de cavalry hier. Dat is een cavalry flank, dat is een cavalry flank. Dit wordt moeilijk! Oké, dat zijn de companions. Dat zijn de andere cavalry. We noemen de allied cavalry. En companions. Oh nee, wacht. Ah, nog meer companion cavalry. Oké. Die dat ik gewoon het beste kan afwachten. Stel jullie op. Dit heeft zelfs een tijd. Misschien best gewoon afwachten. Wat ze nu gaan doen. Reacten op hun, denk ik. Of ik kan beter even. Proberen al die olifantjes. Side chariots. Hier in deze. Oei, dat is de verkeerde knop. Hier in deze game kunnen die ook. En mock runner, nee, precies niet. Special attack, fright nearby enemy. May charge without others. Good morale, fast moving. Maar de olifanten wel. Zat erop. Hier. Animals may run amok. Maar de side chariots niet. Oké, dat is raar. We zullen kijken, hè, wat er gaat gebeuren. Oké. Val maar die olifanten aan. In de battle zelf in het verleden hebben de olifanten niet veel gedaan. Dus als ik nu gewoon fire arrows doe en ze gaan nu al berserkt, dan ja. Oké, de chariots komen. Infanterie! Infanterie! Oké, tot zover de chariots. Bam, 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 bam. Oké, dat is al een unit weg, dat is goed. Jullie gaan naar daar. We kunnen eens zien, misschien moeten wij eens een beetje zien. Oei, 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 wat gaan jullie doen? Nee, 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 nee. Blijf gewoon zo. De olifanten moeten echt de rhythm ook. Creation archers. Zullen we eens kijken wat we met onze cavalry kunnen doen. Hè? Oh, ze vallen aan. Oké, jullie naar hier. Kom aan, olifanten. Vlucht. Oké, perfect, perfect.
Oké, ik word hier aangevallen precies. Zo, daar zijn die side chariots. Maar dat maakt niet uit. Allee, waarom gaan die olifanten nog steeds niet lopen? Come on. Damn it, ik word hier ook al aangevallen. Zien jullie beter zo kunnen gaan? Vluchten, 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 vluchten. Die olifant, Jesus. Ik heb er echt schrik van eigenlijk. Uh-oh. Zien jullie beter zo kunnen gaan? Oké, perfect. Die gaan al lopen, dat is goed. Oh damn, langs de andere kant gaat het niet goed. Jullie naar daar, jullie ook naar daar. Uh-oh. Jullie mogen naar daar. Jullie mogen naar daar. Jullie moeten daar weg. Waarom vechten jullie daar zelfs tegen? Oh, damn it. Oké, het side chariots gaan weg, dat is goed. Ah, weg daar, maat. Die mannen zijn daar vulnerable, dus dat willen we... Oh. Damn it, mat! Geef wel daar maar aan. Jullie naar daar. Mijn infanterie is redelijk sterk, dat moet ik wel toegeven. Hoewel het daar wel hevig aan toe gaat, holy crap. Ga weg van die olifanten! Oké, ik kan daar een mass route veroorzaken misschien. Hopelijk. Oké, perfect. Oké, mass route is hier perfect. Dat is hetgeen wat ik wou. Infanterie! Elina daar. ASAP. Ik weet niet waar jullie zijn hier. Daar is Darius. Als ik die kan pakken, dan zou dat perfect zijn. Maar die kan ik niet pakken, jammer genoeg. We zullen eens proberen, hè. Nee, dat is gewoon een vlucht, hè. Oh, olifanten komen. Oh, bam! Hahaha! Oké, het is nog mogelijk, Ja, fucking kut olifanten. Serieus. Oké, Alexander, kom terug naar hier. Super belangrijk. Pak die olifanten alsjeblieft. Immortals.
Oh shit, 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 shit. Alexander, kom hier, kom hier, kom hier! We gaan dood! Oh, hier komt nog meer. Hier heb ik nog meer cavalry. Waarom gebruik ik die niet? Yes! Yes! Ah, olifanten zijn ook aan het vluchten, dat is goed. Yes! Oké, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Hopla! Hopla! Oké, perfect. Inderdaad, Darius tegen Alexander. Darius is wel gevlucht, jammer genoeg. Maar sinds dat de koning gevlucht werd, sinds dat hij vluchtte. Oh, my, deze is ineens ook aan het vluchten. Ging iedereen van zijn units vluchten, dus dat is wel perfect. Ik heb wel amper units over zelf, maar. Maakt niet uit. We zullen het een beetje units gaan achtervolgen, hè. Ja, jullie mogen. Zijn er nog units? Ja, die kijk ik niet meer aan. Dan gaan we deze achtervolgen, hè. Zoveel infanterie nog over. Hallo jongens. We zullen even loose formation doen, zodat wij precies toch nog een groot leger hebben. Kom aan, packs, hè. Even triples. Oh! Misschien kan je die nog pakken. Oh, bam, 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 bam. Perfect. Oké, ga maar naar daar. Ja, ga maar naar daar. Jullie pakken de die. Hey, jullie pakken de die. Voilà, nog een beetje afmaken en zoveel mogelijk van het Persisch leger kapot maken. Oh, ze gaan lopen al. Jammer. Probeer de die nog te pakken. Dan de die nog. Goed gedaan, goed gedaan. Regroup. Ik dacht echt al lang een stok. Nee, eigenlijk hetzelfde. Oké. Okay. Is dat een kamp hier of zo? Er zijn er nog Persische troepen. Hey. Oké, hey jongens, allemaal regroepen, hè? Hey? Kom maar allemaal terug naar hier. Ik wil deze eens volgen, hè? Bla. You've clearly won the battle. Oké, dus een leger van Alexander, men deployed 967 en ze waren gewoon veel numbers. Alleen hun troepen waren iets zwakker, maar ze hebben olifanten, ze hadden side chariots. We wilden nog meer! Misschien had ik het beter kunnen doen. Meer concentratie op de units. De unit replacements of whatever. Maar ja, het is de allereerste keer dat ik deze battle heb gespeeld. Dus oké, okay, het is ook op normal, maar maakt niet uit. Ik speel voor het fun. Oké, okay, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En misschien tot de volgende keer. Peace out. Oh, misschien even nog de stadslands. Wie heeft de meeste kills? Alexander heeft de meeste kills. 615, holy shit. Die is zelfs nog het meeste over. Die heeft maar 28 casualties sustained en die heeft er 615 gemaakt. Hoe! Anyway, peace out. Oh ja, mensen, nog een laatste ding. Misschien eventueel de cutscene van de volgende, na Gaugamela, laten zien. Alsjeblieft. After the defeat at Gaugamela, Darius fled to the mountains, gathering what troops he could. Though keen to pursue him, Alexander first secured the key cities of central Persia. Babylon and the administrative capital Susa offered no resistance, and in so doing avoided any rough treatment from him. The Persian royal palace lay southeast of Susa at the ceremonial capital Persepolis, with mountainous terrain in between. Alexander's general, Parmenion, took the baggage train along an easier but longer northerly route, whilst Alexander took the shorter route through the mountains.
In a high, narrow entrance known as the Persian Gates, Alexander encountered a strong Persian force commanded by the satrap Ariobazanes. The Persians seemed to be in an unassailable position, but a local shepherd showed Alexander a hidden path which enabled him to outflank and rout them. Defenseless now, Persepolis too surrendered, leaving the Macedonians free to loot its treasury and burn the palace down. Now Alexander was free to take up the pursuit of Darius once more. At camp one night, Alexander received word that Darius had been found bound in golden chains and close to death in a wagon beside the road. Unwilling to run any further, the Persian king had been stabbed and left for dead by his desperate generals. Alexander honored the dead king, burying him with full ceremony and vowing vengeance on his killers. It seemed that all that remained for Alexander's victory to be complete was to subdue what little resistance remained in northeastern Persia. Once that was achieved and garrisons were established throughout the region, his men may have looked to enjoy the fruits of their labor as masters of the known world. Alexander's ambition seems to have found a new focus at this point, and the first seeds of dissent among his men were sown. Decreeing that his men should each take a Persian wife, he seemed intent on integrating the Greek and Persian cultures. He had Parmenion murdered after executing his son for supposed treachery, and in Bactria he killed Clitus during a drinking bout. The core of his army remained loyal, though, even when in 326 BC his attention fixed upon India as his next conquest. In accepting the submission of the Indian city of Taxides, Alexander made an enemy of King Porus, who ruled the lands to the east. Porus gathered an army of perhaps 60,000 infantry, cavalry, chariots, and elephants, and awaited the Macedonians on the far bank of the river Hydaspes. Voilà, dat is het vervolg eigenlijk. Maar deze battle ga ik niet spelen. Dat is niet op 1 oktober gebeurd. Anyway guys, peace out. In uw verricht. Peace out.